Wat, hey, wat vertel even, de Fashion Club, want ik was hier toen en toen heb ik alles met foto's gedaan. Maar jij bent Jolande, ik noem jou even de moeder. Hey, want de eerste keer dat ik kwam was je natuurlijk met je zoon, Marcus, toch? Met Marcus, ja. Dat ja, is mijn zoon. En nou, ja. Die heeft ook zo zijn eigen bedrijf, maar jij bent de vriendin of de vrouw van Marcus? Vriendin. Dus jij helpt hier één keer in de week? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, zolang ik op school zit nog wel en in de vakanties wat vaker. Het heeft heel de zomer. Maar je bent als bijna aangetrouwde, ben je al heel betrokken bij het familiebedrijf. Ja, ja, dat is superleuk. Ja. Ja, Guusje is heel erg betrokken ook bij het maken van de nieuwsbrief. We hebben inmiddels, zijn ook al heel veel klanten aangesloten bij ons en ontvangen ze de nieuwsbrief. Dus dat is het gedeelte wat Guusje oppakt. Samen met Marcus pakt zij ook de webshop op. Ja, want die komt er, want dat, wat eraan, ik krijg wel eens, ik kreeg vorige week of twee weken terug nog een mailtje van een vrouw die kon jullie niet goed bereiken. En toen dacht ik, oh, daar is nog niet eens een website, maar is die al in de lucht? Ja, hoe lang gaat het nog duren? Hooguit 10 dagen. Ja. Oké, okay. En dat wordt dan fashionclub.nl? De fashion-club.nl. Nou, tegen de tijd dat die live is, dan sturen jullie de link nog maar, dan zet ik hem alsnog erbij. Ja, dat is altijd goed. En Jolande, nou is het, kijk, jullie waren dames- en herenkledingzaak. Klopt. En ik begreep dat je de herenkleding, dat heb je toch wel een beetje eruit gegooid. Of niet helemaal? Ja, we zijn gewoon gestopt met herenkleding. Ja, dat liep gewoon niet. Je begint, je hebt een plan, je hebt een idee, je hebt een concept. En dan gedurende de reis ga je een beetje bijsturen. Ja, maar dat is dus prima toch? Ja. Dus daar zijn wij mee gestopt. En maar dan alleen maar meer damesmode natuurlijk. Meer damesmode. En we hebben echte eau de parfum toegevoegd. Ja, want daarom staan we eigenlijk ook in dit hoekje en niet tussen van, de kledingrekken. Van Parfum Point. Dat is ook nogal een ding, want jullie verkopen het behoorlijk goed, begreep ik. Dat verkopen we heel erg goed, maar het is een echte eau de parfum. Welke is geïnspireerd op de grote merken. En bij ons kost een flesje 30 milliliter €13,99. Dus dat scheelt nogal wat. Ze hebben allemaal hetzelfde label, maar hoe kan jij nou onderscheiden wat is? Oh, daar staan nummertjes op. Nummer. Oh, ja. Ja, ze hebben allemaal hun eigen nummer. En de dames eindigen dan met VR en de heren eindigen met MA. Oké. Okay. En dan hebben we ook nog deluxe. Dus dat zijn deluxe geurtjes. Die hebben een ander label. Die zijn iets zwaarder, die blijven iets langer hangen. Nee? En die hebben dan een DL op het einde. Oké. Okay. En dat is zowel voor mannen als voor vrouwen. Maar zeer betaalbaar dus. En het is dus gewoon legaal dit. Hè? Wat is, wij leuk vinden, is waar wij ook echt voor staan, wat wij willen uitdragen, is echt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat vinden wij heel belangrijk. En daar is dit zeker een onderdeel van. Want als je bij ons een flesje parfum hebt gekocht, dan kun je dat ook laten vullen. Je mag zelf je eigen flesje kiezen. Dit zijn de 30 ml. En dit is de 50 ml. En je mag zelf je eigen flesje kiezen. Je mag zelf je eigen dop kiezen. Voor hier hebben we bijvoorbeeld zwart. Ja, dat ziet er gewoon heel erg leuk uit. Dat mag je helemaal zelf samenstellen. Ondergoed. Of moet ik zeggen, hoe heet dat netjes ook weer? Lingerie. Lingerie, ja, mevrouw. Ja. Maar dit is niet zomaar een BH. Dit is een hele speciale BH. Dit is een BH die kan ik dat zo zeggen? De borsten naar elkaar toe naar voren duwt. Ja. Die eigenlijk een beetje de borsten naar voren duwt. Is dat dan, hebben we het dan over een push-up BH of is dat weer wat anders? Nou, een gewone push-up die duwt eigenlijk plat vaak. En wat dit doet is dat het naar voren duurt, waardoor je smaller wordt. Ja, dus je taaien wordt een beetje... Je wordt er niet breder van, maar je krijgt een beetje juist. Dat silhouetje, zeg maar. Dit komt eigenlijk voort vanuit mijn werk als fashion stylist. En als ik vroeger mensen ging stylen, dan moesten ze voor mij altijd zo'n BH kopen. Want ja, als de onderkleding niet goed is, dan krijgen we de bovenkleding ook niet goed. Ja. Dus dat is echt heel, heel belangrijk. En we hebben ook wat shapewear toegevoegd. En we hebben dat op Guusje uitgeprobeerd. Nou ja, Guus is natuurlijk gewoon... Dus slak van jezelf, ja. Geen velletje, geen rimpeltje te veel op. Dus Guusje heeft hem aangedaan, want ze maken hier reclame dat je dus 2,8 centimeter slanker lijkt. Dus ik heb Guusje opgemeten voordat ze het broekje aan had. En ik heb Guusje opgemeten nadat ze het broekje aan had. En het is echt zo. Het scheelde echt 2,8. Oké. Nou, dat is een mooie toevoeging. Ja. Maar nog heel even kort over jullie, hè, want...
ja, jullie zijn echte Brabanders, toch? Ja. Dat zeg ik goed, hè? Ik wel. En inderdaad, jij zegt, ik ben fashion stylist en, nou ja, en jullie hebben ook een zaak gehad in Katwijk, nee? In Wassenaar. En in Wassenaar. Ja. Maar jullie wonen gewoon in Brabant nog steeds. Klopt. En blijven jullie dat ook doen? Of ben je zo verliefd geworden op Zeeland? We zijn wel heel erg verliefd geworden op Zeeland. Maar we blijven wel in Brabant. Ja, in dat Brabant is echt jullie thuis. Ja. Dat is onze thuis, maar ik vind het hier ook gewoon veel te duur. Ja. Ja, meen je dat ten opzichte van Brabant? Ja. Nou ja, dat is... Kijk, ik leg dat altijd uit. Als een stad duur wordt, dan is er heel veel vraag. Dus iedereen wil in Middelburg wonen. Dat, ja, denk ik. Zo is. Heel populair. Ja. 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 Hey, maar nu hebben jullie inderdaad hier ook... kijk, het is vandaag ook behoorlijk druk. Het is nog steeds lekker weer. Maar als je terugblikt op het eerste zomerseizoen... Want kijk, jullie begonnen natuurlijk toch in de winter... Was het een goede zomer voor jullie? Zijn jullie blij? Oh, absoluut. Ja. Ja? Ja, echt heel blij. We zijn echt heel blij. Zeker als je ziet, we waren begonnen en in de modewereld is het heel normaal dat je een jaar van tevoren je spullen bestelt. Ja. Dus dat hadden wij natuurlijk niet. Dus onze voorraad was niet optimaal. En als je dan toch ziet wat wij gedraaid hebben, ja, dat is gewoon waanzinnig. Nou, dat is super goed om te horen. Ja, nou, dus jullie zijn gewoon blij. Ja. Dus jullie blijven in Brabant wonen, maar de winkel blijft gewoon heerlijk in Middelburg. En jullie zijn aangesloten bij de VOM, dus alles blij. Het enige wat nog vooruit zou kunnen, is dat we gewoon wat personeel zouden krijgen. Ja, dat is in heel de stad nog steeds een probleem. Of in het hele land, denk ik wel. Maar nou ja, bij deze, jullie kunnen dus wel verkoopmensen, medewerkers gebruiken. Wij zouden heel graag ons team willen uitbreiden. Hey Guusje, nou hoorde ik jullie praten over een event wat jullie ook nog hebben. Dat moet je natuurlijk altijd even vermelden. Hè? Ja, klopt. Ja, op 21 november gaan wij in Middelburg onze allereerste modeshow houden. Dat is iets wat we eigenlijk al een aantal jaren hebben gedaan. En op deze dag gaan we de wintercollectie presenteren. Het evenement begint vanaf 7 uur 's avonds. En als je wilt reserveren, dan kun je bij ons even de winkel binnenlopen. Oké, heel goed. En dat is dus ook gewoon in de winkel te doen? Zeker, dat is allemaal hier in de winkel. Dat gebeurt op de benedenverdieping. Oké, nou gezellig. Ja, met dus modellen en... Met modellen, vrienden, familie, een borreltje... En is het gratis of is het betaald? Entree is gratis. Nou, dat is helemaal goed. Maar jullie hopen dan natuurlijk wel dat mensen ook... Het zou leuk zijn als ze dan wat bij ons kopen, maar dat hoeft uiteraard niet. Nee, het is gewoon vrijblijvend gezellig. Vrijblijvend. En wij vinden het vooral leuk om onze nieuwe collectie te laten zien. Nou, heel goed. Dankjewel.